De stokken, hebben die ook al gecontroleerd? Het is nog een heel gepuzzel, maar het zaakje is compleet. Personeel van de Vrijbuiter controleert de tenten die van zolders en uit schuurtjes komen. Want het is maar afwachten wat er binnenkomt. En aan kapotte afdankertjes hebben ze in Pakistan ook niks. De kwaliteit is over het algemeen hartstikke goed. Je kunt wel zien dat het gebruikte tenten zijn, maar het valt ons heel erg mee. Zo'n 1400 tenten zijn in den landen bij de diverse vestigingen van de kampeerhal ingeleverd. Meer dan de helft daarvan is in Rode gebracht. Drenthe steken in dit geval, qua vrijgevigheid, boven de rest van het land uit. Met kop en schouders zelfs. We hebben een lijstje, daar kunnen we heel duidelijk in zien dat Drenthe echt de meeste tenten heeft ingeleverd. Hoe kan dat, dat het in het noorden zo leeft, denkt u? Ik denk gewoon dat het een beetje de Drentse goedheid is, denk ik. De tenten worden nu op pallets geladen en klaargemaakt voor transport. Er is contact met een hulporganisatie in Pakistan. Die zorgt ervoor dat de tenten bij de meest hulpbehoevenden terechtkomen van de miljoenen getroffenen. De contacten daarvoor zijn 5 jaar geleden gelegd, toen bij een natuurramp ook tenten naar Pakistan zijn gebracht. Alleen gaan er dit keer geen Drenthe mee, ook Ronald Greveling niet. Nee, dat gaat niet gebeuren. Jammer. Ja, op zich wel. Maar goed, we hebben hier natuurlijk ook druk genoeg, dus ze kunnen ons hier ook wel gebruiken. Het is de bedoeling dat de tenten eind deze maand met vluchten van Pakistan International Airlines naar het rampgebied gaan.